In deze video leer je kolommen verplaatsen. Selecteer de laatste kolom. Klik op het tabblad Start, Klembord, op de knop Knippen. Plaats de cursor in de eerste cel van de eerste kolom. Klik op het tabblad Start, Klembord, op de knop Plakken. Versmal de geplakte, nu eerste kolom. Selecteer de laatste kolom, euro per jaar. Sleep de geselecteerde kolom tot in de eerste cel van de derde kolom. Selecteer en knip de laatste kolom, kilogram. Plaats de cursor in de eerste cel van de kolom Percent en Plak.